Dus nou heb je gelijk gezien hoe dat ik er, hoeveel moeite ik heb om mezelf te wassen. Want ik kan niet lang blijven staan, want dan begint dat been te klagen. Tenminste, te klagen, pijn te doen. En dan op een gegeven moment kan ik er niet meer op blijven staan. Dus dan verzin ik dingen. Wat ik zittend kan doen, dat doe ik zittend. Dus mijn bovenlichaam kan ik zittend doen. Mijn benen kan ik zittend doen. Ja, alleen de tussenin. Wat belangrijkste is. Nou, daar heb ik eens eventjes heel goed in gevet. Ingesopt. Mijn aksen. En dan niet afgespoeld, gewoon afgedroogd. Ik denk zo. Nou ruik ik direct lekker naar de aksen. Want dan merken vrouwen natuurlijk sneller als wij mannen. Als wij mannen moeten plassen, dan doen we dat saald. Maar vrouwen moeten gaan zitten. En ik ben erachter gekomen, als je, want ik doe ook zittend plassen nou. Als je gaat zitten, dan ruik je jezelf eerder. En ik rook mezelf. Ik denk, dat is niet de bedoeling. En ik had voordat ik naar het ziekenhuis toe ging, had ik deze film jou toch beloofd. En om er even op terug te komen. Ja, Pesca, ik ben boos op jou. Jij lokt mij in een Discord room met al jouw vriendjes, want het zijn jouw vriendjes, en ik kan er niemand van. Ik kan er helemaal niemand van, ook al zeg jij dat ze fans zijn. Ja, die Arie Lex, en die mot ik niet. Ik ga niet in een Discord room zitten waar ik de hele tijd tegen die rotkop van Arie Lex aan zit te kijken. Ik kwam uit de wolvenbende. En om jou een plezier te doen, ging ik naar die andere Discord kanaal. En ik kon gelijk niet meer terug naar de wolvenbende. Ik denk, wat? Mijn eigen kapot gezocht. Maar nou in de wolvenbende heb je wel een knop links gemaakt dat ik zo over kan schakelen naar maatjes. Ja, nee. Ik kom daar niet meer. Ja. Ik heb aan Appie gevraagd hoe dat ik mijn eigen daar kan afmelden. Dus als ik daar naartoe ga, dan ga ik om mijn eigen daar af te melden. Nou, ik ben wel een lieve vent hoor. Ik laat jou ook gelijk even zien hoe dat ik...